Ik ben Bo en super dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat heel veel is aangevraagd via Muscly en het is deze keer dus ook weer een Muscly video. In mijn vorige YouTube video liet ik jullie zien hoe je mooie slow motion Musclys kon maken, maar vandaag ga ik jullie iets anders laten zien. Het heeft wel te maken met een slow motion Muscly, alleen heeft het weer een extra tintje wat het echt heel erg leuk maakt. Ik ga jullie vandaag namelijk laten zien hoe je de twin transition kan doen en dat is een hele bekende hashtag op dit moment op Muscly. Het kan ook wel genoemd worden als de real transition of de wall transition. Het idee is dus dat ik mijzelf eerst film op deze plek. Dan draai ik mijn camera weg en dan zit ik ineens op een andere plek. En dat allemaal in één filmpje. Mocht je nog geen idee hebben waar ik het over heb, dan laat ik je nu even de Muscly zien die ik afgelopen week gemaakt heb. Dat was dus een Muscly. Ik hoop dat je nu een wat beter beeld van hebt. Dit ga ik jullie dus vandaag laten zien. Ik ga jullie stap voor stap uitleggen hoe het moet. Vind je het leuk? Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren. En let's get started. Zoals je ziet ben ik nu verplaatst naar een ander deel in mijn kamer. Ik heb hier namelijk wat meer ruimte. En dat is straks een stuk makkelijker met het opnemen van de Muscly. Als eerst ga ik jullie vertellen welke dingen je allemaal nodig hebt. En er zijn een paar essentiële dingen bij vandaag. Want als je dit niet hebt, dan wordt het wel heel erg moeilijk om de video te maken. Maar goed, ik ga het jullie allemaal vertellen. Dus let's go. Alles wat je voor deze twin transition nodig hebt, staat hier naast mij. En nu denk je waarschijnlijk, Bo, waarom heb je hier ooit een draaistoel of een bureaustoel of hoe je het wil noemen? Wij gebruiken dus eetkamerstoelen, maar dit is dus een draaistoel. En dit is heel erg belangrijk voor de twin transition Muscly. Want het idee van de twin transition Muscly is dat ik film mezelf bijvoorbeeld eerst op deze muur. En dan draait de camera als het ware weg. En dan zit ik ineens ergens anders. Hoe we dat gaan doen ga ik jullie straks allemaal uitleggen. Maar voor dit draai-effect heb je dus een draaistoel nodig die je makkelijk kan wegdraaien. Je kan het ook doen door middel van een deur, heb ik gezien bij verschillende Amerikaanse musers. Maar dit leek mij een beetje onhandig, dus ik heb gewoon een draaistoel gepakt. Vond ik zelf het handigste. Als tweede heb je dan tape nodig en dit is heel erg belangrijk, want hiermee ga je dadelijk je telefoon vasttapen aan de stoel. En dat gaan we niet hiervoor doen, maar we gaan je telefoon vasttapen aan de achterkant. Dus die gaan we hier aan vasttapen door middel van een tape. Gebruik daarom ook goed en sterk tape, want als je voelt even wat niet zo sterk plakband gebruikt, dan valt je telefoon dadelijk hieraf en is hij misschien wel kapot. Dus gebruik gewoon goed tape. Ik raad je duct tape aan, dus deze voelt doorzichtig, hè. Dan heb je als derde een telefoon nodig en ik gebruik hiervoor gewoon mijn iPhone. Ik heb de iPhone 6S Plus. En ik ga je mee weer filmen via de camera en dan via de slow motion stand. Dus je hebt een iPhone nodig. Ik weet niet of het kan met Samsung of andere telefoons. Dat moet je zeker weten even checken, want misschien is er wel een app of zo waarmee dit kan. Of misschien kan het met sommige Samsung's wel via camera. Dat weet ik in ieder geval niet, maar ik gebruik mijn iPhone. Het laatste wat je nodig hebt is niet essentieel van belang, dus het kan ook wel zonder. Maar ik doe het altijd graag met, omdat ik dat gewoon wat makkelijker vind. En dat zorgt uiteindelijk waarschijnlijk ook voor betere kwaliteit van je video. Ik heb namelijk een iPad en waarvoor ik deze ga gebruiken is heel erg simpel. De mensen die mijn vorige Muscly video hebben gekeken gaan dit waarschijnlijk al wel weten en snappen dit allemaal al. Ik ga een slow motion Muscly dadelijk opnemen via mijn camera van mijn telefoon. En daar heb je dan een slow motion stand. En via daar ga ik het filmen. Ik film dus niet via Muscly zelf. Het nadeel ervan is dus wel dat je de sound niet hebt. Dus je hebt geen liedje eronder. Dus je moet de tekst gewoon maar playbacken. En daarom gebruik ik mijn iPad om de sound dus nog af te kunnen spelen. Zodat ik goed playback en het uiteindelijk beter klopt in het filmpje. Dit is dus niet van belang. Ik kan hiervoor ook gewoon een telefoon gebruiken. Maar ik pakte even mijn iPad, want dan was het handiger. Oké, het eerste wat je gaat doen is een liedje opzoeken die we gaan gebruiken voor de twin transition. En het beste kan je hier gewoon kijken bij de hashtag en dan gewoon bij gebruikte liedjes die anderen hebben gebruikt. Deze keer heb ik direct de sound opgezocht via mijn iPad. Maar de vorige keer deed ik dat via mijn telefoon en toen heb ik hem doorgestuurd naar mijn iPad. Dit kan je gewoon zelf even kijken. Dus stel je gebruikt een andere telefoon voor het liedje, dan kan je het ook direct op die andere telefoon opzoeken. Maakt niet zoveel uit. Ik ga in ieder geval even het liedje laten horen. Ik heb een liedje gekozen die ik vond bij de hashtags van de twin transition. En ik vind het een hele leuke sound. En hij is ook heel passend voor de twin transition. Namelijk deze. Het belangrijkste bij de twin transition is dat je een goede sound gebruikt. Want dit zorgt voor het extra effect en maakt je Muscly nog beter. Ik ga dus het liedje doen die ik jullie net liet horen. Maar je moet wel een moment bepalen dat je de camera wegswipe, dus dat hij naar je tweede persoon gaat. Ik doe mij voor het gemak nu even Bo 1 en Bo 2 komt dan later in de Muscly. Ik doe dus deze en Bo 1 gaat als eerst dit zingen. Dan swipe ik de camera weg, oftewel dus de bureaustoel met mijn telefoon daaraan. Die swipe ik dan weg. En dan komt hij met wat editen komt hij bij mijn tweede Bo terecht. Hoe dat allemaal gaat ga ik jullie straks nog uitleggen.
En dan doe ik dit stukje in slow motion. Dat is dus het idee. Ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. We gaan dan nu beginnen met de voorbereidingen en dan kunnen we al de muesli gaan opnemen. Het is best wel moeilijk om uit te leggen, maar als je het dadelijk in werkelijkheid ziet, dan snap je wel wat ik bedoel. Maar we pakken als eerste in ieder geval mij als persoon, dus ik ben nu even Bo 1. Dan hou ik mijn camera, zeg maar, mijn camera zit al normaal aan de bureaustoel vastgeplakt, maar we doen nu van het net alsof mijn hand de bureaustoel is, anders moet ik dat helemaal laten zien, is wat moeilijker. Dan film ik zo, dan doe ik propose that, propose that. Dan swipe ik hem weg naar mijn tweede plek, zeg maar, dan swipe hij helemaal daarheen. Dan ben ik klaar met opnemen. Dan gaan we beginnen met het tweede deel en ga ik als Bo 2 op mijn tweede locatie zitten. Dan zetten we hem als daar op mijn positie 1 neer en daar zit dan niemand. En dan swipen we hem daarheen en dan zit ik ineens op positie 2. En daar doe ik dan de slow motion. Dan later editen we dit in elkaar. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, oké, bij het bed knippen we hem, bij allebei de kanten. En dan loopt hij als het ware over. Dus dan krijg je mij eerst als persoon te zien en dan knippen we hem bij het bed bijvoorbeeld. En dan gaat hij verder bij het tweede deel en krijg je mij daar ook als persoon te zien. Nu kan ik me voorstellen dat dit heel ingewikkeld klinkt, maar we kunnen best denk ik gewoon gaan beginnen en dan snappen jullie het veel beter en handiger, want het is heel erg moeilijk om uit te leggen. Maar ik ga nu gewoon beginnen, dus let's go voor de echte 20ste keer. Voordat ik mijn telefoon daadwerkelijk aan een stoel ga vaststepen, is het natuurlijk wel handig dat ik jullie eerst even vertel wat mijn eerste locatie, dus waar Bo 1 komt te zitten, vertel. En waar mijn tweede locatie, dus waar Bo 2 komt te zitten, vertel. Als eerst ga ik hier zitten, dit was dus mijn eerste locatie. Dan swipe ik hem die kant op en dan komt hij hier terecht. Ik vond op zich wel een leuke locatie. En dan ga ik dus hier zitten. Of ik ga eens hoger zitten. Ik denk dat ik dat doe. Dat ik hier ga zitten. Dat vond ik ook wel leuk. Dus dit wordt mijn tweede locatie. Het is dan nu tijd om mijn telefoon aan de stoel te tapen. En als eerst maak ik altijd even een proeffilmpje om te kijken hoe hoog ik ongeveer moet komen. Dus ik doe er tegenaan. Ik denk dat dit ongeveer wel goed is. Dan film ik dit zo en dan ga ik even op mijn plek zitten. Ik denk dat ongeveer dit is. En dan... Dan stop ik hem. Dan ga ik even kijken of de plek goed is. Oké, de plek is dus goed. Dus ik ga hem hier opplakken. En dan ben ik ready om te filmen op locatie 1 met Bo 1. Mijn telefoon is dus nu vastgeplakt aan de stoel. Ik heb hier de iPad met het liedje. Dus we zijn ready om te filmen. Ik ga dus eerst het eerste deel opnemen. Dus ik playback gewoon het stukje. En dan swipe ik hem weg. En dat is het eerste deel voor nu, dus dat gaan we als eerste doen. Ik zet het liedje aan, mijn telefoon filmt al en dan ga ik gewoon wachten op het juiste moment. Oké, ik heb hem dus nu al één keertje opgenomen, maar ik ga hem expres nog twee keer opnemen, zodat ik drie goede versies heb. En dan kan ik daar uiteindelijk de beste uit kiezen, want het is best wel zonde... Als je later kijkt, dan denk je, nou, ben ik toch niet helemaal zeker over. Dus ik ga hem gewoon nog twee keer opnemen. De eerste locatie met Bo 1 hebben we dus nu opgenomen. Ik ga dan nu naar locatie nummer 2 en dan gaan we Bo 2 filmen. Oké, ik zit dus nu op locatie nummer 2. En het idee is dus zometeen, mijn camera loopt al, maar ik ga hem even hier neerzetten. Dus vanaf locatie 1, dan swipe ik hem hierheen en dan doe ik de slow motion. Wel moet ik mijn stoel tegenhouden, dus niet dat hij doordraait, maar echt bij mij blijft. Dus laten we het maar gaan doen. Ik zet het liedje weer aan en dan ga ik het gewoon proberen. Oké, ik heb nu ook de tweede locatie met Bo 2 opgenomen. En mijn telefoon zit hier. En die gaan we er nu afhalen, want we zijn nu klaar met opnemen. We hebben nu beide video's opgenomen, dus dat ik op locatie 1 aan het filmen ben en dat ik op locatie 2 aan het filmen ben. Nu heb ik beide een paar keer overnieuw gedaan, dus dat moet ik nog even knippen en dan kies ik het beste stukje. Hoe ik dat ga doen, ga ik jullie ook laten zien. Dus ik pak mijn telefoon nu even bij. Je gaat naar je filmrol toe en daar pak je dan het gemaakte filmpje. Ik pak als eerste degene van locatie 1. Daar klik je rechtsbovenin op wijzigen en daar kan je hem dan knippen. Nu zie je als het goed is dat je een stukje hebt met allemaal kleine streepjes en een stukje met wat grotere streepjes. Dus een streepje zwart beeld, streepje zwart beeld. Je moet alles zorgen dat het kleine streepjes worden, want dit is locatie 1. En hier hebben we alleen de snelle variant nodig, want kleine streepjes houden de snelle variant in. En streepjes zwart houden de trage variant in. Dus we maken alles snel. Dan ga ik hem gewoon schuiven en dan kan je dus heel makkelijk knippen, dan wordt hij ook geel. En dan ga ik het goede stukje kiezen, even kijken. Ik had er eentje gevonden volgens mij. Dan knip ik hem tot en met de draai en vanaf daar maak ik hem dan zeg maar klein. Kijken wat het goede stukje is.
heb hem nu geknipt en dan kun je kiezen voor kort origineel in of bewaar als nieuw fragment. Ik doe gewoon kort origineel in, want de rest heb ik niet nodig. Dan gaan we naar het tweede filmpje van de tweede locatie en hier doen we precies hetzelfde. Alleen moet je hier even kijken met het trage gedeelte. Ik klik weer op wijzig en dan ga ik als eerst het goede stukje zoeken. En voor het gemak zet ik hem dan even allemaal op snel, omdat je dan het filmpje sneller kan bekijken. Anders filmt hij hem al direct en speelt hij hem ook direct af in traag. Ik heb denk ik een leuk gevonden, ik weet het niet zeker. Ik heb hem als eerste in ieder geval geknipt en dan ga ik nu iets doen met de traagheid. Dus klik ik gewoon weer op wijzigen en dan kan ik dat wijzigen. Vanaf dat ik in beeld kom wordt hij traag, dus dan krijg je de streepje zwart. Kijk of ik hem goed heb. Yes. Dit is nu mijn geworden. Ik doe hem als eerst. De draai moet nog snel en vanaf dat je mij in beeld ziet moet hij traag worden. Dus op deze manier. Denk ik hem heb. Dat is goed is. Oké, ik heb eigenlijk de twee beste filmpjes kunnen uitkiezen. Want ik vond het best wel moeilijk. Want bij de een dacht ik, ja, die is leuker. Bij de ander dacht ik, nee, die. Dus ik heb het uitgekozen. En ik heb hier ook de selectie van gemaakt. Ik pak nu mijn telefoon erbij. En dan gaan we naar iMovie toe. Maar voordat we het filmpje gaan bewerken, moet je als eerst het liedje wat je net gebruikt hebt even opslaan op privé. En dan naar jezelf toesturen via bijvoorbeeld je iPad of iets dergelijks. Ik heb me opgeslagen en ook al dus op privé gezet. Maar we gaan dus dan nu naar iMovie toe. Ik klik als eerst op het plusje en dan klik ik op film. Dan ga ik dus een nieuwe film maken. Dan kijk ik even bij media en doe ik dat bij video's en dan onlangs toegevoegd. Dan zie ik daar mijn slow motion video staan. Dan klik ik op het vinkje. Je kan hem gewoon aanklikken, het filmpje. Dan klik ik op het vinkje, dan selecteert hij hem. En dat doe ik ook bij de andere. Dan klik ik ook op het vinkje. Dan klik ik op maak film. Dan heeft hij de film aangemaakt. En het eerste wat mij dan altijd opvalt is dat vierkantje in het midden met zo'n driehoekje en dan nog een driehoekje tegen elkaar aan. Nou, dat houdt een overgang in, maar we hebben nu geen overgang nodig, dus dan klik je gewoon op geen. Ook is mijn beeld heel erg lelijk nu, want er zitten twee lelijke zwarte balken naast. Dat kan je heel gemakkelijk veranderen. Je klikt op het filmpje, je klikt er gewoon op en dan moet je met je vingers zo draaien. Dan komt er een pijltje in het midden en dan draait hij hem. Dat doe ik ook bij de andere. En als je filmpje gedraaid en dan denk je nu, ja... Maar Bo, nu zit hij toch alsnog op de kop. Dat maakt niet uit, dat veranderen we straks bij Muscly, want daar kan je gewoon je filmpjes draaien. En heb je ook geen zwarte balken. Dan gaan we nu het liedje eronder plakken, want het is natuurlijk wel belangrijk om even te kijken of mijn stem synchroon loopt met het liedje. Dus klik weer op het plusje links. Dan klik op video. Ik heb onlangs toegevoegd. Dan klik op mijn privé Muscly. En dan heb je verschillende opties. Dan heb je dus het rondje met dat plusje. Dan dat driehoekje. Dan heb je al die streepjes met dat plusje. En daar klik je op. En dan krijg je alleen de geluidsband. Dan krijg ik de geluidsband. En dan ga ik even kijken hoe die loopt. Oké, die loopt goed. Dan is het nu tijd om te knippen. En dat is heel erg moeilijk. Ik moet het eerst een moment gaan bepalen. En ik denk dat ik dat bij die witte muur doe. Even kijken. Ik denk dat ik dat hier doe. Dan zie je nog net die zwarte tas. Dat is wel goed, denk ik. Kijken. En hoe moet je knippen? Dat is heel gemakkelijk. Je veegt naar het stukje toe wat je weg wil hebben. Ik doe hem vanaf de zwarte tas. Je kan het gewoon zo vegen. Dan veeg ik hem vanaf de zwarte tas. Zo. Dan klik ik op splits. En dan verwijder ik het tweede deeltje. Want kijk, je hebt hier het eerste deeltje. Dat is het goede deel. En dit heb ik er afgeknipt. Dus dat klik je gewoon op verwijderen. Dan ga ik bij dat andere filmpje, dus bij mijn tweede deel met Bo 2, ga ik precies dat stukje ook opzoeken. Dat is vanaf de zwarte tas. Ja, zo. Dan klik ik daar ook op split en dan verwijder ik niet het laatste deel deze keer, maar het eerste deel. Dus hier heb je het eerste filmpje, het laatste filmpje bedoel ik en hier het eerste. Klik op de eerste en dan klik op verwijder en dan is die weg. Dan ga ik nu kijken hoe het in elkaar overloopt en op basis daarvan ga ik nog wat dingen wegknippen en wat dingen erbij doen eventueel. Oké, eigenlijk loopt hij al heel goed over. Ik ga het nog even een keertje laten zien. Ja, hij loopt al heel goed over. En zoals je dus nu ziet op het einde, dan stopt de muziek, maar gaat mijn filmpje door, omdat ik dus nog steeds muziek heb. Ook hoor je nog achtergrondgeluiden, die moet je altijd direct weghalen. Hoe doe je dat? Je klikt op het filmpje, dan klik je op het geluidsdingetje en dan klik je op een streepje. Je kan het ook zo nog ja, met het pijltje doen, maar ik doe het gewoon daarop. Dan heb ik de volgende, moet ik dat ook weghalen. En dan heb ik het geluid eronder weg. Maar mijn filmpje is nu eigenlijk te lang voor het liedje, dus dan moeten we het filmpje gaan inkorten. Hoe je dat doet, het probleem zit hem in het laatste filmpje, dus daar klik ik op.
klik ik op het schaartje en dan ga ik gewoon ja, schuiven met het filmpje. En die kan je gewoon, ja, die kan je dus langer en korter maken. Maar die ga ik dan even lang maken als het blauwe balkje. En dat is best wel een kriegelwerkje, maar ik heb hem nu. En dan heb ik de hele video geknipt en dan is hij eigenlijk al klaar en dan hoef ik hem alleen maar op te slaan. Yes, ik vind hem erg leuk en goed gelukt. Dus ik ga hem nu opslaan. En dan kan je kiezen gewoon op bewaar video. En dan klik ik aan HD 720p, want dit is de beste kwaliteit. Je moet altijd de hoogste kiezen. Mijn film is al geëxporteerd. Dan ga ik nu naar mijn Musical.ly toe. Ik ben dan nu aangekomen op mijn Musical.ly en dan klik ik op het rode plusje. Dan klik ik op uit de fotobibliotheek. En dan zie ik daar het filmpje staan. En hij staat dus nu heel graag gekanteld. Maar je kan het door dat tekentje met dat pijltje en dan die 90 erbij, kan je dat veranderen. Ik heb hem nu op de kop. Nu heb ik hem ook verkeerd. En nu heb ik hem goed. En dan is hij gewoon klaar. Dan ga ik naar het pijltje. Ik kan er nu voor kiezen om eventueel een zwart-wit te doen. Dat vind ik zelf altijd wel heel gaaf. Maar nu ga ik daar bij deze niet voor kiezen. Ik ga er gewoon een andere leuke filter over doen. Ik vind deze Latin of Latin heel mooi. Dus die doen we er gewoon bij. Ik heb op het groene pijltje. En dan kan je bijvoorbeeld intypen hashtag twin transition. Of eventuele andere Musical.ly hashtags die hiermee te maken hebben. Dan was dit weer de uitlegvideo. En ik vond het, om heel eerlijk te zijn, heel moeilijk om uit te leggen. En om jullie allemaal gestructureerd en zo netjes mogelijk en georganiseerd mogelijk uit te leggen. Ik hoop in ieder geval dat jullie wat aan gehad hebben. En sorry als het misschien een beetje onduidelijk was. Maar ik heb echt mijn best gedaan. En meer dan mijn best doen kan ik helaas niet doen. Dan was dit de video weer. En vond je me leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan zeker weten hieronder achter. Vergeet zeker weten mijn social media niet te checken. Staat allemaal in de beschrijving. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker weten niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!